Hallo liefste stier, welkom op jullie wekelijkse tarotlezing waar ik de boodschappen neem voor de aankomende week voor het collectief. Deze lezing is goed voor stier, zowel in zonteken als ascendant, als eventueel ook maanteken. Ik ga eventjes kort bespreken hoe ik te werk ga. Ik neem de boodschappen ten eerste altijd uit mijn orakelkaarten. Die leggen de basis van de lezing, daaruit springen fantastische boodschappen en daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Enkele weetjes. Weet dat al mijn kaarten op voorhand zijn geshuffeld? Dat doe ik off-camera. De meeste van mijn decks zijn Engelstalige. Ik zal ze sowieso direct vertalen en verklaren voor jullie. En voor de mensen die nieuw zijn, welgekomen. Hartelijk welkom. Ik geef jullie altijd mee ook dat ik tweetalig ben. Waarom vertel ik jullie dit? Ik ben een Vlaamse, maar ik ben ook Brits. En ik vertel jullie dit omdat ik luidop connecteer met mijn kaarten in het Engels. Wat dien ik jullie nog te vertellen? Mocht jij ook interesse hebben in een private consultatie of reading bij mij, dit kan je ook altijd aanvragen. Daarvoor dien je mij gewoon een mailtje te sturen naar gailstarot@gmail.com. Mijn e-mailadres vind je ook onderaan deze video in de beschrijving. En dan via wederkerende mail geef ik je alle informatie wat jij dient te weten, wat jij zou kunnen verwachten van een persoonlijke reading bij mij. Zo, ik denk dat ik alles verteld heb en wij gaan er direct gaan induiken. Liefste stieren, here we go. Alright, what can you show me please for Taurus, for the collective please? Thank you. Any other messages for the coming week? Can you show me what I need to know? Thank you. Ik heb de freedom kaart en de forgiveness kaart. Ja, mooie fantastische energieën. Kijk, wij staan op een punt. Volgende week ja, hebben we ook de nieuwe maan. Ik zal sowieso een nieuwe astrologische video daarover maken. Dus de nieuwe maan in Schorpioen. Dat is niet onbelangrijk. Dat is intense energieën die ons duwen naar een transformatie. Die ons duwen naar reflectie, zelfreflectie. En ik heb een forgiveness kaart die gekoppeld is aan de nieuwe maan die eraan staat te komen. Dus momenteel wordt er echt gevraagd. Het is precies, we staan op een punt van tijd om wat te rusten, om wat tijd te nemen voor jezelf, om te kijken naar jezelf, je te vergeven voor bepaalde, jezelf vergeven voor bepaalde zaken die gebeurd zijn in jouw leven, bepaalde reacties eventueel die jij gehad hebt, zodanig dat jij kunt transformeren in een nieuwe versie ook van jouzelf. De energieën duwen ons om te transformeren nu momenteel in een nieuwe versie van onszelf. Hoe kunnen we dit doen? Door een diepe duik te maken. Eén, in wie we zijn en waar we wensen te veranderen in ons leven. En daarbij ons zeer zacht ook opstellen naar onszelf. Niet enkel naar onszelf, naar anderen ook uiteraard. Maar deze kaart neemt vooral jezelf in visie ook naar deze nieuwe maan. Dus vergeef jezelf ook momenteel. En ik heb de Freedom kaart. En die transformatie die leidt sowieso, of gelijk welke transformatie jij nu doorgaat, liefste stier, de komende maand, want we zijn nu de volledige maand, gaan we in het teken van Schorpioen, die leidt tot transformatie, die leidt tot meer vrijheid ook, om een nieuwe versie van jezelf te kunnen worden. Mooi om mee te beginnen. Oké, volgende deck. Here we go. Show me what I need to know, please, for Taurus, for the collective. Any general messages, please? One more, please. Thank you. Ja, die wou eruit vallen. Ik ga de Ghostlands kaart moeten lezen. Het is een kaart die ik niet 100% onthoud. Waar is mijn boekje? Alle boekjes achter voor mij. Oké. Ten allereerste, ja, je hebt de kompas. Kijk, dit deck, dat is een fantastisch deck. Dit deck heet het kompasdek. En dan trek je gewoon de kompaskaart ook. Vind ik fantastisch voor jullie. Want dit toont de transformatie aan. Dit toont aan dat jouw kompas aan het veranderen is. Jouw richting is aan het veranderen. De kompaskaart geeft altijd een notie naar jouw North Node. Dat is jouw noordknooppunt. Ik kan het nooit in het Vlaams zeggen. Dus ik hou het bij het Engels. North Node. De North Node op astrologisch vlak, die staat voor wat wij dienen te leren in dit leven. Die staat voor meestal
ja, om te kijken wat wij dienen los te laten in ons leven, zodanig dat wij ons kunnen richten op een nieuwe versie van onszelf. Maar dat is meestal ook wel een uitdaging. Hè? Dus die kompas van jou nu momenteel is aan het schuiven. Dat is precies als je deze kaart voor je houdt, dat je kan kijken van waar dien ik nu momenteel heen te gaan? Waar word ik begeleid? Welke nieuwe versie van mijzelf kan nu momenteel gaan opstaan, kan gaan transformeren, zodanig dat ik verandering in mijn leven kan aanbrengen, zodanig dat ik dichter bij die North Node zit, wat ik dien te leren in mijn leven. Daarover gaat deze kaart. Dus een fantastische kaart. Dit is gekoppeld aan meer vrijheid. Meer vrijheid om een nieuwe versie van jezelf te worden. Waarbij dat je jezelf zeker en vast vergeeft voor het verleden, indien dit nodig is. De Ghostlands kaart, nummertje 17. Heel kort, ik zal niet allemaal lezen. You can learn from the past and imagine a beautiful future, but you must live in the here and now. Het is een kaart die je uitnodigt om in het nu te leven, in het heden te leven. Je kan proberen te transformeren, je kan proberen iets aan te trekken in jouw leven. Je kan proberen te kijken waar je heen wenst te gaan, maar dan vergeet je gewoon algemeen nu te gronden, te leven, twee voeten op de grond, van de kleine zaken in het leven meer gaan genieten. Ga naar buiten, de zon schijnt nog volop. Ga gaan wandelen, geniet van de bijen, de vogels, de kleine zaken in het leven. Die doen er enorm toe. Dus niet continu die focus hebben op wat jij nog kan aantrekken. Dat is mooi, maar probeer ook in het nu te leven. Ghostlands. Oké. Mooie kaarten. Ook opnieuw hier, dat vind ik toch te tonen aan jullie, opnieuw hier heb je dezezelfde kompas, komt hier in deze kaart terug. Hè. Die kompas is jullie aan het uitnodigen om meer stil te staan, om meer in het heden ook te leven, om daar veranderingen aan te brengen in de persoon wie je bent. En daardoor, als je in het heden zaken kunt veranderen, dan ben je die toekomstige versie van jezelf ook aan het veranderen, liefste stier. Ik geef de boodschappen niet, het zijn de kaarten. Oké, okay, ik zal dit kleine dakje erbij nemen. Oké, okay, show me what I need to know please for the Taurus, for the collective. Thank you. En dan twee kaarten die er schuin uitkwamen. Ja, ja, kijk. Relax. En de impulse kaart. Wauw. Dat is een kaart dat ik niet vaak krijg. Kijk, deze nieuwe maan wordt er gevraagd om te relaxeren. Dus opnieuw daar relaxeren. Eventueel je vertoeven langs water indien het nodig is. Alle nieuwe manen die nodigen jou uit om te vertoeven rond water. Waarom? Omdat de maan regeert het eb en vloed op deze aarde. Dus probeer sowieso, als wij een nieuwe maan of een volle maan hebben, probeer te rusten ook tijdens die periode. Hè. Je kan daar zeer gevoelig aan zijn. Een nieuwe hoofdstuk die aanstaat te komen in jouw leven, dat kan wel wat zaken triggeren in ons. Probeer rustig te blijven. Daarom komt deze Ghostland kaart die vraagt om die twee voetjes op de grond te houden en te genieten van de dagelijkse bezigheden, kleine zaken in het leven, gegronder worden. Ja, en ik heb de impulskaart, hè. Dat is een liefdeskaart. Die impuls, jouw hart slaat sneller af en toe. Dit heeft met liefde te maken, dit heeft met eventuele afrondingen te maken. De volle maan hangt in dit hart. Zaken die je dient eventueel los te laten op het vlak van liefde eventueel. Als je een impuls krijgt ook, wordt er gevraagd om te relaxen. Eventueel vergeef zaken van het verleden met betrekking tot jezelf, tot anderen eventueel. Dus die impuls, wees heel aandachtig. Kijk eens heel goed wat jouw hart nu momenteel ook wenst. Hè? En wanneer het een impuls krijgt. Oké, mooi. Dan neem ik nog dit deck erbij. Nog twee decks voor we overgaan naar de tarotkaarten. Oké, show me. Hoppa. Wauw. Wauw. Oké, dan. Aha. Ja. Kijk, er wordt gevraagd om... ik vind een heel mooie energie. Je krijgt telkens twee boodschappen. Droom van een nieuwe toekomst. Droom van een nieuwe reis eventueel. Dream en journey. Dus niet enkel dromen, maar onderga ook de reis en begin nu alvast. Hè. Niet continu denken naar die toekomst. Dat is mooi, dromen. Maar onderga de reis vanaf nu ook eigenlijk al. Hè. Kompas, ghostlands, relax, impulse. En dan heb ik terug die druid kaarten. Hold the space. Twee voeten op de grond.
Trek de natuur in. En de druid is eigenlijk een super slimme shamanistische energie. Wordt ook een beetje hier afgebeeld als Merlin bijna. Met zijn staf, met zijn licht erop. Dit licht weerspiegelt zijn innerlijke wijsheid. Die hem begeleidt in het oerwoud, in het woud. Waar hij zich vertoeft, waar hij graag woont. Het is een kaart bovenal van innerlijke wijsheid. Die jou momenteel kan gidsen waar jij heen dient te gaan. Maar jij dient die twee voetjes op de grond te houden. Jij dient te gaan aarden. Je dient de natuur in te trekken. Je dient letterlijk je kousen, je schoenen af te doen en aarde. Twee voeten op de grond te gaan zetten. Je bezighouden met die kleine zaken nu momenteel, liefste stier. Jij bent aarde. De aarde roept bijna om jou. Genieten van het nu, hè? Mm-hmm. Oké. Okay. En dan het laatste dekje. Dat is een awareness. Een bewustwordingsdek. Show me what I need to know, please, for Taurus. Voor collective, please. Thank you. Mm-hmm. Ja, en je intuïtie gebruiken. Ja, I recognize my own intuitive abilities. Nu, die intuïtieve abilities, gaven, die bezitten wij allemaal. De ene gebruikt hem al wat meer dan de andere. We zijn allemaal aangeboren met een zesde zintuig. Het is gewoon in deze huidige maatschappij dat we het gewoon niet meer genoeg gebruiken. En door meer in contact te staan met jouw intuïtie, door meer te luisteren naar jouzelf, meer te gaan gronden, meer de natuur gaan opzoeken, meer die twee voeten in de aarde gaan zetten, ga jij een groter beeld, een bigger picture krijgen van de wereld en al zijn connecties die jij maakt met onszelf. Met ons, de inwoners, de planten, de dieren, met iedereen, zal die ook een bepaalde richting open en duidelijk maken voor jouw liefste stier. Daarover gaat deze kaart. I recognize my own intuitive abilities. Mooi, hè? Alright. Ik neem de tarotkaarten bij. Ik neem algemene boodschappen voor jullie. Zijn kaarten die eruit vliegen. Ik toon ze aan jullie. En indien nodig zal ik nog enkele verklaren met een tweede deck. Here we go. Okay, show me what I need to know, please. For Taurus, for the collective. Wow. Oké. Okay. Ik heb er 5. Oké, okay, ik zal er nog eentje bij nemen. 9 of Swords. Yep. Mm-hmm. Okay, can you give me one more card, please, for Taurus, for the collective? One more message, please, thank you. And it's in a 3. Okay. Even kijken wat hier ligt, hè. Ja, die transformatie van jouw liefste stier, die ligt hier. Ik heb een doodkaart. Dus wees daar nooit niet bang van die doodkaart. Ook als je kijkt naar andere tarotlezers, een doodkaart. Wij leven in een cyclistische wereld. Hè? Het zijn cyclussen binnen cyclussen binnen cyclussen. Als je kijkt naar de seizoenen, heb je net hetzelfde. Hè? We zijn nu in de herfst, het vallen van het blad. De bomen gaan eerder wat doder zijn nu momenteel. Zodanig dat de winter eraan komt, we kunnen rust nemen. Alle dieren nemen rust, zodanig dat de lente terug kan komen en we herboren kunnen worden. Cyclus na cyclus. Dit is met de doodkaart net hetzelfde. Bepaalde cyclussen dienen, oude versies dienen afgerond te worden van jezelf, zodanig dat een nieuwe versie kan opstaan. Hè? In jouw leven ook. En jouw leven een oude versie kan eigenlijk ophouden, zodanig dat een nieuwe versie kan opstaan. Ik heb het 6 of Wands. Is mooi. 6 of Wands is voor mij een succeskaart. Het is wel ook een overgangskaart. Het is de kaart van progressie aan het maken. Progressie, hoe je kijkt naar jezelf. Je geeft niet op. Je blijft vooruit gaan. Je blijft achter jouw dromen, jouw hopen nastreven. Zodanig dat jij succesvol kan worden. Daarbij komt ook die soort van vergevenis. Hè? Vergevenis voor zaken van het verleden die eventueel kunnen aan bod komen. Nobody's perfect, zeg ik dan ook wel daarbij. Dus een 6 of Wands, ik zal hem straks nog verklaren, maar het is bovenal een succeskaart. Keuze maken om meer stabiliteit in jouw leven te krijgen, zodanig dat jij niet opgeeft, dat jij blijft gaan om ergens succesvol in te worden. Wat het is, kan ik niet zien, maar wij spreken voor een collectief, dus ik kan niet zeggen, ah, jij gaat succesvol worden in leren breien bijvoorbeeld. Nee, zo werkt het uiteraard niet, hè. Ik heb een Ace of Pentacles. Dat is die vrijheid, hè, die jij wenst. Een pentacle is meestal gerelateerd aan het materiële in het leven. Een nieuw pad opgaan, een nieuwe job, een nieuwe carrière, een nieuw huis, een nieuwe woonplaats.
Ja, pff, noem maar op, hè. Iets tastbaars, iets nieuws in jouw leven, een nieuw pad als het ware, dat leidt naar meer vrijheid voor jouw liefste stier. Dat is fantastisch om te zien, om die twee kaarten onder elkaar te zien. Dus je hebt een succeskaart, je hebt een nieuw pad die opengaat, een nieuwe mogelijkheid, nieuwe ideeën hoe jij in het leven kunt staan, hoe jij succesvol kunt worden in het leven. Hoe jij meer vrijheid voor jezelf kan creëren. Absoluut. Dit komt hier allemaal met die eerste twee kaarten. Nu, wat ik hier daarnaast zie, ik heb een Nine of Swords. Dat is piekeren. Dat is slapeloze nachten eventueel. Dat is het hoofd op het hoofdkussen. En ik zeg altijd, als een Nine of Swords naar boven komt, dan ja, die persoon ligt daar of zit daar ietsje te gemakkelijk voor mij. Ik zou heel graag hebben dat die persoon zijn hoofd omhoog doet en recht staat en vooruit gaat en daar niet meer blijft hangen. Dus dat is echt een uitnodiging. Kaart die zegt, het is een nummer 9. Een nummer 9 is fantastisch in numerologie. Dat is een nummer van vooruitgaan. Hè? Dat is progressie maken. Je bent bijna aan de 10. Ja, maar voor een of andere reden blijf jij in een energie hangen die zo wat naar beneden trekt. Die het hoofd eventueel laat hangen. Die blijft piekeren over bepaalde zaken waar je niet meer over hoeft te piekeren. Je dient het hoofd omhoog te doen en recht te gaan. Hè? En die zaken links te laten. Ik denk dat dit een bepaalde soort verandering kan zijn. Hoe jij kijkt naar jezelf, hoe jij kijkt naar de toekomst, hoe jij in het algemeen denkt eventueel. Zeker met die kompas, hè? Een nieuwe richting van denken, van nadenken. Algemeen in het leven, over jezelf eventueel, waar je heen wenst te gaan, waar je succesvol kunt worden, hoe je dit kan invullen. Daar zit er een transformatie volgens mij. Ik heb een Queen of Pentacles. Is je opties aan het afwegen? Is terug een Pentacle, teruggerelateerd aan materiële zaken in jouw leven. Nu, de Queen, is een heel mooie energie die stuurt, die duwt jou bijna in de richting van onbevreesd te zijn. Dus deze kaart toont mij aan dat je nog angst hebt voor een of andere reden. Deze kaart toont mij aan dat je die angst dient los te laten vallen. En je focus dient te houden op wat, ja, ik zal maar zeggen, jouw vreugde kan brengen. Wat jouw stabiliteit kan brengen. Wat voor jou belangrijk is. Wat deze nieuwe pentacle is. Want dat is net dezelfde pentacle dat ze vasthoudt. Ja? Dus ook terug een aarde-energie. Twee voeten op de grond. Dat is een zeer onafhankelijke energie terug. Dus voor sommigen kan dit leiden naar onafhankelijk werken eventueel. Meer twee onafhankelijk in het leven ook staan. Zelfstandig in het leven staan. Hoe je dit kunt bewerkstelligen. Hoe je dit kan rond laten draaien. De kompas, hoe je dit kan rond laten draaien, hoe je daar een verandering kan in aanbrengen nu momenteel. Dat zijn de zaken die jij nu momenteel, volgens mij, als ik die kaarten zo zie liggen, waar jij je dient op te focussen. En dan kijken wat jouw opties zijn, ja, op dat vlak. Opties, bepaalde zaken afwegen. Wat past bij mij, wat past niet bij mij? Die Queen of Pentacles is ook een kaart, ik zei het al, het is een geaarde kaart. Opnieuw word jij hier uitgenodigd, dus de vrouwelijke versie van de Druid, om de natuur te gaan opzoeken. Ze is volledig omringd door bloemen, hij is volledig omringd door bladen van de bomen. Dus beide groeien ze op een boom, dus je wordt uitgenodigd, ja, trek het bos in, alsjeblieft, liefste stier. Dat hoeft niet lang te zijn, hè. Maak even tijd, al is het een klein uurtje of een half uurtje, maar ga eens gaan wandelen in het bos. Ik kan het niet duidelijker zeggen voor jullie. Ja, die doodkaart, zoals ik al zei, die transformatie ligt hier, hè. Hoe jij in het leven zal staan, hoe jij een nieuw leven voor jezelf maakt. Het piekeren loslaten, hoe jij meer met de twee voetjes op de grond kunt staan. Die nieuwe richting die opengaat, de nieuwe ideeën die naar boven komen. Om meer succesvol te zijn in het leven. Zelfstandig eventueel. Jij alleen eventueel, wat dit allemaal inhoudt, hè? Hoe jij bepaalde zaken kunt loslaten, waar die shift voor jou zit, hè? Die kompas die aan het verdraaien is. Dit heeft allemaal met die transformatie te maken. Maar het mooiste van alles, dat is de schorpioenkaart. We zitten met de nieuwe maan in schorpioen, wat we hebben. We zitten nu momenteel in schorpioenseizoen. Dus luister ook eens momenteel naar jouw emoties, wat die jou aan het vertellen zijn. Daar zitten boodschappen in tijdens dit seizoen. Want deze kaart is eraan gekoppeld en daar wens je iets
nieuws op te staan, een nieuwe manier van voelen, een nieuwe manier van zijn eventueel. En waarbij je, zoals ik zei, bepaalde zaken vergeeft van het verleden, zeker met betrekking tot liefde eventueel. Wat jou aantrekt, wat jou stuurt in de liefde, wat jij belangrijk vindt in de liefde. Al deze zaken kunnen nu momenteel op de agenda liggen. Vergeet niet die relaxkaart. Die ligt hier heel mooi onder. Die Queen of Pentacles ligt daaronder. Dus die aarde-energie. Dus nogmaals, water of bos gaan opzoeken. En dan de laatste kaart vind ik fantastisch mooi. Ik heb de Knight of Swords. Dat is een kaart die vraagt om actie te ondernemen, om niet bij de pakken te blijven zitten. Dat is net het tegenovergestelde van deze Nine of Swords. Hè. Hier hangt hij met het hoofd naar beneden en hier heeft hij geleerd, oh nee, die transformatie is ingezet. Ik ga dit loslaten, ik ga transformeren, mijn manier van denken veranderen, zodanig dat ik terug op deze brommer kan, het zwaard omhoog kan gaan en vooruit kan gaan. Hoppa, die lagen omgekeerd. Hè. En de laatste kaart die daar nog eens uitviel, is die Emperor. En de Emperor is een... Ja, dat is de, ik zeg altijd, dat is de koning van alle koningen in de tarot. Hij nodigt jou op, hij is een zelfstandige individu. Hij heeft al deze bakstenen zelf opgebouwd van zijn eigen muur, van zijn eigen fort, van zijn eigen huis, van wat hij wenst te verkrijgen in zijn, of haar, het is een zijn hier, zijn leven. Ja? Dus je wordt uitgenodigd om stap voor stap iets stevigs op te bouwen in jouw leven, liefste stier. Wat het zal zijn, dat zal ik in het midden laten voor iedereen. Dat kan met betrekking tot een huis zijn, een job eventueel, jezelf eventueel, hoe je in het leven staat. Maar hier word je echt uitgenodigd om iets stap voor stap op te bouwen en jouw tijd daarin te nemen. En niet enkel jouw focus hebben op wat je dient op te bouwen, maar ook in het heden te leven. De twee voetjes op de grond te houden. Wauw. Mooi, mooi, mooi. Oké. Wel, ja, ik vind het fantastische boodschappen voor jullie stier. Ik zal nog enkele kaarten verklaren, hè. Sowieso, deze transformatiekaart, de Death kaart, the Ace of Pentacles, Nine of Swords. Oké, here we go. Show me that Ace of Pentacles, please. And the Devil. Heb jij een beetje het gevoel dat je vast zit nu momenteel met die energieën hier naast elkaar? De duivel toont toch aan dat je leunt naar die schaduwenergie. Kijk, de doodkaart, het seizoen van... Schorpioen nodigt ons echt uit om in die dieptes te gaan, die schaduwzijde van onszelf en wat dit ook inhoudt. Dus het is echt een bijzondere maand om aan schaduwwerk te doen, om aan reflectiewerk te doen, om aan naar onze schaduwzijde te gaan kijken, onze duivelzijde bij wijze van spreken. Waar we continu in dezelfde soort cyclusen gaan. Waar we continu dezelfde fouten eventueel maken met de duivel. Want dit houdt jou tegen om een nieuw pad te gaan belopen. Want het nieuwe pad ligt daar klaar voor jullie. Een pad die naar veel meer vrijheid voor jou leidt. De kompas ligt hier ook klaar. En dan komt die duivel en die Nine of Swords. Die jou terug in oude manieren trekt. Dus kijk eens naar je eigen... Ja, het is een beetje cru woorden, maar de duivel staat toch echt ook voor schaduwwerk, destructief gedrag, die we allemaal op een of andere manier aanwezig hebben. We staan uit yin-yang, twee zijden altijd. Maar de bedoeling is om dat mooi in balans te kunnen houden, dat die ene zijde niet continu overneemt. De duivel is ook codependency, is afhankelijk zijn van anderen eventueel. Ook eventjes kijken hoe dit eruit ziet in jouw leven. Oké. Oké, show me that Nine of Swords. Thank you. And the Justice card. Oké, mooi. Ja, ik denk dat als de Justice komt op een Nine of Swords, dat het de Justice staat voor de waarheid. Hè? Het zwaard van de waarheid, waar er balans in te komen. En dat is het enige zwaard dat je nog nodig hebt om je hoofd op te heffen. Dus het ene zwaard staat letterlijk voor de waarheid, hoe je kijkt naar jezelf. Die spiegelversie, die schaduwzijde van jezelf die erbij wenst te komen. Hè? Dus ik zal het misschien zo eens tonen. 9 zwaarden aan de muur.
En dan het tiende zwaard om iets te kunnen afronden, om meer balans te hebben in jouw leven, liefste stier, wordt er gevraagd om naar jouzelf te kijken. Om naar die schaduwzijde van jouzelf te kijken. Het is vrij eenvoudig voor mij om dit te kunnen lezen. Dus hoofdje open, bepaalde zaken eens bekijken. Je hebt 4 weken de tijd daarvoor. Ik vind dat fantastische energieën. Werk daarmee. Lees erover eventueel. Kijk eens hoe je met de schorpioenenergie kunt werken met betrekking tot jezelf eventueel. Oké, show me that death card. A 4 of Pentacles. Oké. Can you give me one more card, please, on the death card? Why is the death card here? Thank you. 5 of Cups. Ik denk dat jij hier, ik heb een 5 of Cups, dat is iets accepteren van het verleden, loslaten. Een oude manier van kijken, loslaten. Een onvervuld emotionele beker. Kijk, de 5 of Cups is iemand die kijkt naar de bekers die omgesmeten zijn. En zich eigenlijk dient om te draaien naar die 2 bekers, dient te kijken die wel voor hem staan. En ik heb een 4 of Pentacles ook, en dat is uit jouw comfortzone gaan. Dus opnieuw heb ik hier die energie van... De transformatie dient te zitten uit jouw comfortzone te gaan door een shift, een 5, een verandering in de manier hoe jij kijkt nu momenteel naar het leven eventueel. Hoe jij kijkt naar jouw emoties. Kijk eens wat jij hebt. Kijk eens wat er allemaal aanwezig is in jouw leven in plaats van te kijken naar wat jij niet hebt. Dat zijn toch een van de grootste boodschappen, hè? Opnieuw, 5 of Cups is een forgiveness card. Dus vergeef jezelf eventueel. Ik zeg altijd, Rome is niet in 1 dag gebouwd, uiteraard. Dus telkens dat je bewust wordt van bepaalde aspecten, hoe je kijkt naar iets... Dat is die duivelenergie, engel-duivel. Ja? Dan kijk je die duivel in de ogen en dan kan je hem betrappen als het ware. Dan kan je jezelf betrappen, dan kan je jezelf vergeven. Dan kan je zeggen, oké, ik voelde dat ik net terug in hetzelfde patroon aan het gaan was. Ik zal het eventjes tegenhouden. Hop, en dan vergeef je jezelf. Dan kan je terug die andere richting uit. Die Ace of Pentacles. Hoe speciaal. Oké, en dan de last card. That Knight of Swords, please. Give me one. Oké, thank you. Opnieuw, een 4 of Cups. Give me one more, please. Ik heb dubbele energieën bij jullie. Hè? Ik heb continu getrokken worden van de ene kant naar de andere kant. Dus ik zie dat er iets is in jou die wenst vooruit te gaan. Die wenst in je kracht te komen te staan. En toch zit die onderliggende energie van apathisch, terugkijken van wat je niet hebt. Ik zit vast eventueel. Ik heb te veel die 5, die 4 of Cups. Dat is het niet zien, het niet vooruit geraken, eventueel 8 of Swords. Het gevoel dat ik vast zit, het gevoel dat ik niet vooruit kan. Terwijl dat die onderliggende energie waarom je vooruit wenst te sturen. Dus ik denk de grootste boodschap voor jullie zal zijn dat dualistisch stukje nu momenteel in jezelf eens goed te bekijken. Zeker de volgende week met deze nieuwe maan. Je krijgt echt een mooie uitnodiging om bepaalde zaken eens op een rijtje te zetten. Dat zal de belangrijkste boodschap zijn voor jullie, voor die 2 kanten van jezelf eens te bekijken. Ik hoop dat deze boodschappen resoneerden, liefste stier. Dan mag je mij het zeker laten weten door de video te liken, reactie na te laten. Ik vind ze allemaal fantastisch. En je kan je ook altijd abonneren, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Tenminste, ik apprecieer het enorm. Het ondersteunt mezelf en dit kanaal ook. En indien je geabonneerd bent, kan je ook altijd op het belletje klikken. Dan word je wekelijks op de hoogte gehouden van een nieuwe video. Helemaal gratis voor jullie. Voor nu wens ik jullie fantastisch weekenden, een heel mooie nieuwe week en dan hopelijk zie ik jullie op een volgende video. Dag liefste sier!